Van harte welkom bij Testaankoop, de organisatie die, zoals u weet, uw belangen behartigt wanneer het nodig is, maar zeker ook regelmatig testen uitvoert en heel graag die testresultaten met u deelt. En vandaag hebben we iets heel concreets getest, namelijk Griekse yoghurt en skyr. En Gwendoline is onze experte van dienst. Dag Gwendoline. Zoals ik al zei, Griekse yoghurt en skyr. Misschien moeten we even starten bij het begin. Hè. Wat is Griekse yoghurt? Wat maakt dat dat Griekse yoghurt is? Dus Griekse yoghurt is eerst en vooral een yoghurt. En waarom Griekse yoghurt en skyr, dat we die twee ook samengezet hebben? In feite, dat zijn twee zuivelproducten, gefermenteerde zuivelproducten, die qua consistentie wel wat gelijkaardig zijn. Dus die zijn heel dik, geconcentreerd. En dus de Griekse yoghurt, of de yoghurt op Griekse wijze, wat er vaak op het etiket te lezen is, is in feite een yoghurt die traditioneel gezien uit Griekenland afkomstig is. Het is een yoghurt die opgehangen wordt. Dus dat is een hang-op yoghurt, waar dat dus de wei of het lactoserum uitgedrupt is en daardoor die concentratie. Dus dat is een yoghurt die normaal gezien... Daarom dikker is. Ja. Dikker is, dus eiwitrijker en vetrijker is. Als er natuurlijk vertrokken wordt van een gewone melk of van een volle melk. Een skyr is een product die authentiek of origineel gezien uit IJsland afkomstig is. En het is niet echt een yoghurt. Het is ook niet echt een verse kaas. Het is in feite misschien wel allebei. Dus er wordt vertrokken van een magere melk altijd om skyr te maken. En dan wordt daar een labferment aan toegevoegd of een ander zuursel, zodanig dat dat product of dat de melk gaat stremmen, dat er in feite een soort van verse kaas wordt gemaakt. En dan worden daar culturen of bacteriën, dat kunnen yoghurtbacteriën of skyrculturen aan toegevoegd. Dus dan even toch wel ook iets van een yoghurt. Oké. Okay. Is het gezond? Dus neem ons de Griekse yoghurt. Is Griekse yoghurt gezond? Eerst en vooral, het is een zuivelproduct. Ja. Dus een zuivelproduct is gezond, want dat brengt toch wel veel mineralen aan, zoals calcium en ook vitaminen. Moeten we wel opletten, want je hebt Griekse yoghurt die tot 10% vet bevat, die dus een Nutri-score C heeft. Dus in feite, je hebt Griekse yoghurtsoorten die gezond zijn als er vertrokken wordt van een magere melk, dat er bijna geen vet aanwezig is. Je hebt yoghurtsoorten, Griekse yoghurtsoorten die een Nutri-score C hebben, waar dat je toch beter iets meer mee oplet of niet dagelijks gaat consumeren. Ik wist dat het hoe lekkerder, hoe slechter. Dat is eerder een dessert dan een dessert. Absoluut. Ja. Ja, dat klopt. Ja, dus dat is heel lekker, hè? Heel lekker. Ja, ja, absoluut. Heel sneug en vettig. En dan skyr, daar ben ik bijna zeker van dat het gezond is, want het wordt best wel ook zo gemarket. Hè? Heel veel mensen die willen vermageren of extra eiwitten willen innemen, die kopen dan skyr. Maar dat, klopt dat dan ook effectief? Ja, dat klopt echt wel. Dus we hebben het eiwitgehalte ook getest. En bij de skyr heb je zeker 10 à 11 gram eiwitten per 100 gram. Okay. En om skyr te maken wordt er altijd vertrokken van een magere melk. Dus het vetgehalte zit sowieso laag. Dat is onder de 1 gram per 100 gram. En dan heb je dus al die eiwitten die daarin zitten. En eiwitten, dat zorgt voor een verzadigd gevoel. Dus in feite, als je potje skyr eet, zou dat ervoor zorgen dat je daarna minder honger hebt, dus dat je minder de neiging hebt om te gaan sneukelen. Ja. Dus daarmee... Sneukelen. Daarmee zalig. Dat de marketeers daar goed op inzetten en dan ze daarmee gaan uitpakken van dit is een eiwitrijk product. Maar in feite is dat maar echt interessant voor een sporter om veel eiwitten te eten. Ja, want een gemiddelde Belg, verschil te merken. Ja, een gemiddelde Belg krijgt genoeg eiwitten binnen. Natuurlijk, het creëert wel dat verzadigend gevoel. En het brengt niet te veel calorieën aan. Dus het past wel binnen een gezonde voeding. En zeker als je wel wilt opletten op je gewicht. Ja, dan tenslotte misschien ook wel belangrijk. Hè? Wat hebben jullie juist getest? Ja, dus wij zijn de markt opgegaan. We hebben gekeken van wat wordt er allemaal verkocht. We hebben gezien dat bij de Griekse yoghurt, dat daar dus feite drie categorieën zijn. De magere, de halfvolle en dan de volvette. Dus we hebben die drie segmenten getest.
bijna alle producten die op de markt in de supermarkt te vinden zijn. En dan de skier hebben we ook bijna alle producten die op de markt zijn in de supermarkt te vinden zijn getest. En wat hebben we getest? We meer zijn vooral gekeken naar het etiket. Van zijn alle dingen die moeten wettelijk aanwezig zijn, aanwezig op het etiket. Mm-hmm. En is ook alles aanwezig wat wij belangrijk vinden als testaankoop, waar dat een consument iets mee is. Staat dat op dat etiket? Dan hebben wij gekeken van... er is ook een wetgeving voor yoghurt. Dus in de wetgeving wordt er gezegd dat in feite op het moment dat je yoghurt opeet, dat daar nog genoeg levende yoghurtbacteriën moeten in aanwezig zijn. Dus wij hebben gekeken van, zitten die daarin? In voldoende mate, levend. Dus dat hebben we gekeken. We hebben ook gekeken naar... Dat is nog een andere parameter die in de wetgeving opgenomen is. Dat gaat over de droge stof. Maar de vetvrije droge stof, dus haalt er het vet vanaf. Is dat hoog genoeg? Dat is de waarde die in de wetgeving staat. De smaak, natuurlijk. Heel belangrijk. En we laten testen door een expertenpanel. Ja. Mag je trouwens altijd skier of Griekse yoghurt op je verpakking zetten als producent? Ik weet, bij mozzarella heb ik het eens gehad met een collega van u over het feit dat niet elke mozzarella zich bijvoorbeeld een buffel mozzarella mag noemen. Dus bij op zich, jammer genoeg, staat zowel Griekse yoghurt als skier is dat niet opgenomen in de wetgeving. Dus er is geen reglementering rond... dus in principe kan er naamsgewijs daar niets op gecontroleerd worden. Mogen ze dat Griekse yoghurt noemen? Als maar ja, meestal wordt er nu gezegd van dit is yoghurt op Griekse wijze. Ja. Om dat toch een beetje te omzeilen of toch te benadrukken van dit is niet echt het authentieke product. Ja. Maar om aan te geven, wat ik wel goed vind als consument, dat de consistentie die je kan verwachten in het potje toch wel die lekkere, bepalende Griekse yoghurtsmaak is. Maar natuurlijk de manier waarop dan ze gekomen worden tot die consistentie is niet meer volgens die oude manier waarin dat de yoghurt in een soort van netelzak wordt opgehangen en dat de wei eruit rupt. Vaak worden daar andere technieken voor gebruikt. Of soms gaan producenten zelf room toevoegen om die smeuïgheid te verkrijgen en dat vetgehalte te verhogen. Dus het is... En skier is officieel wel een yoghurt? Nee. Dat is een andere consistentie. In feite, skier is een verse kaas waar er skierculturen en skier, de culturen, dat zijn bacteriën, worden aan toegevoegd. Dus soms wordt het op het etiket benoemd als yoghurt, maar soms als verse kaas. Dat is helemaal niet duidelijk. Oké. Okay. Alle testresultaten zijn terug te vinden op de website. Absoluut. Ik herhaal het elke keer, maar het is gewoon zo. Oké. Gwendoline, nog een laatste tip of uitsmijter? Ik denk dat we het allemaal gezegd hebben. Ik denk dat we het allemaal gezegd hebben. Oké. Okay. Zelf een voorkeur? Voor een merk of voor skier of Griekse yoghurt? Ja, skier of Griekse yoghurt. Ik vind het totaal iets anders. Dus ik lust wel graag skier, maar dan moet je ook wel echt zo wat die bittere van die verse kaas daarbij hebben. En dan de yoghurt zelf. Ik heb wel graag die ronde smaak en dan is dat meer het dessertachtige, waar dat er dan toch zo'n echte Griekse yoghurt met 10% vet, vind ik wel eens lekker. Dus niet met dat laagje fruit onderaan? Ik neem nooit... Puur natuur. Altijd puur natuur. En als er fruit bij moet, dan doe ik dat er zelf bij. Dat is een heel goede tip nog om mee te eindigen. Voilà. Oké, Gwendoline, dankjewel en tot snel. Dankjewel. Zo, ik hoop dat jullie een klein beetje hebben bijgeleerd over Griekse yoghurt en skier. Ga zeker op de website eens een kijkje nemen naar die testresultaten. Zelf eet ik het ook dagelijks, dus ik vind het alvast leuk dat we het daar eens over gehad hebben. Ik zie u heel graag heel binnenkort terug. Nog een heel fijne dag. Tot ziens.